Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over 2 weken bent u koning en koningin van Nederland. Op 28 januari maakt uw moeder bekend dat zij het koningschap aan u overdraagt. Wij weten het nu dus 2,5 maand. Hoe lang weet u het al? Gelukkig weten wij het al wat langer. En met name gelukkig omdat het betekent dat mijn moeder en wij tweeën een hele goede communicatie onderling hebben. En dat we daarmee een hele goede overdracht mogelijk maken. Denk ik in ieder geval zo goed mogelijk als dat gaat. Als je tussen generaties goed communiceert en ook problemen durft te bespreken en benoemen, dan werk je toe naar zo'n moment. In ons geval was dat toch al iets meer dan een jaar voordat u het wist. Een jaar? Een jaar voordat ik het wist, ja. En dat heeft de koningin ook gezegd in haar toespraak op 28 januari... dat ze al langere tijd mee bezig was. En ja, we hebben op een gegeven moment besproken van als de situatie rustig is in Nederland, dan kunnen we op 28 januari 2013 aankondigen dat het op 30 april 2013 gaat gebeuren. Het is een lange periode. Hoe was dat om het zo lang geheim te houden? Nou, wij waren een team met z'n drieën en het ging niet naar buiten. En we gingen ons leven gewoon doorvoeren. Nooit per ongeluk versproken? Jawel. Ja. Moet eerlijk toegeven. Maar alle drie. Alle drie hebben we wel eens per ongeluk fouten gemaakt. Maar alleen als je het weet, dan herken je, je moest het de wel verspreking. Weten. Ik kan een heel gek voorbeeld geven. Natuurlijk spreek je draaiboeken door. Zo ook zo'n draaiboek als rond zo'n dag van abdicatie en inhuldiging. En dan wordt het avondprogramma besproken. En dan zegt iemand in de kamer van ja, maar het hangt natuurlijk heel erg af welke dag het is in het jaar. Hoe laat het licht is, hoe laat het donker wordt, enzovoort. Dus ik ging meteen met mijn iPad kijken. 30 april 2013 gaat de zon zo en zo laat onder. En toen kreeg ik een schop onder tafel van Maxima. Dat zeg ik nou niet. We weten toch niet welke dag het is. Dus dat soort kleinigheden. Maar ja, als je dat niet weet, dan herkennen andere mensen dat niet. Nee. Is er op eerdere momenten gesproken over een mogelijke troonswisseling? Nee, dit was de eerste keer. Dit was de eerste keer dat concreet met een datum enzovoort voor overgesproken is. Als we even teruggaan naar dat moment. Het moment dat u met uw moeder besloot. Was het eigenlijk een mededeling van haar of is het in gezamenlijk overleg gebeurd? Zij heeft gezegd van ik ben nu zover dat ik met jou wil gaan praten over een termijn waarop ik het ga overdragen. En toen hebben we 2 of 3 data samen bekeken met z'n drieën. En toen is deze datum eruit gerold. U was daar dus steeds bij die gesprekken ook. En ook bij dat definitieve gesprek toen er besloten werd, we gaan het op 30 april 2013 doen. Ja, ik was altijd bij. Ja. Dus we hebben met z'n drieën, natuurlijk de koningin en mijn man waren leidend daarin. Maar u weet dat de koningin heeft met alle generositeit tijd aan ons gegeven, zodat wij onze 3 kinderen een beetje meer rust kunnen geven. En dat wij de tijd kunnen nemen om onze familie echt sterk op te bouwen. En dat vind ik fantastisch van de koningin. Toen u dat gesprek gehad had, op een gegeven moment was u weer met z'n tweeën. Ik weet niet waar het plaatsvond, of u daarna samen naar huis reed bijvoorbeeld. Wat zei je toen tegen elkaar? Dan besef je wel van nu, vanaf nu is het ook concreet met datum. Je weet natuurlijk dat de makkelijkste antwoord wat je altijd kan geven aan mensen, van elke dag komt het dichterbij. Maar nu weet je ook dat hoeveel dagen dat is. Mm-hmm. En dat betekent uiteraard op dat moment nog niet dat het ook plaats gaat hebben. Zowel de aankondiging als de abdicatie en de inhuldiging zelf. Want er kan van alles gebeuren in de tussentijd, waardoor het gewoon niet meer opportun is om het door te laten gaan. Dus het blijft nog een streefdatum tot het moment dat het echt aangekondigd werd op 28 januari. En dat was ook een heel raar moment voor mij, want je weet het op dat moment al meer dan een jaar. En toch die paar minuten, of dat half uurtje voordat de RVD de aankondiging eruit deed dat er een televisie uitzending zou zijn om 7 uur. Dat moment kan niet meer terug. Dat moment is dus definitief. Toen was het al lang niet meer alleen maar bij ons drieën bekend, uiteraard. Maar toch, tot dat moment had altijd nog wat kunnen gebeuren waar je zegt van de buitenwereld weet het nog niet. Je kan het nu nog terugdraaien. Vanaf dat moment is het daarbuiten. Het is daar. En dan, dat is toch een ander gevoel. En wat voor gevoel is dat dan? Dacht u toen, eindelijk, ik ga het nu doen. Ik ben er klaar voor. Of dacht u stiekem ook nog wel van, had voor mij nog wel een jaartje langer mogen duren?
Nee hoor, want je merkt toch aan jezelf dat je terughoudend bent met aannemen van bepaalde uitnodigingen. Dat je geen nieuwe uitdagingen aangaat, ook niet op het gebied van water of zelfs andere dingen waar je voor uitgenodigd wordt. Je weet gewoon, ik kan het niet afmaken. Ik kan het niet waarmaken naar die mensen, ondanks dat ik het dus niet kan zeggen waarom. Mm-hmm. Dus dat is heel tweeslachtig. Je kan dus niet zeggen waarom je iets niet doet, maar je kan het toch niet aannemen. Dus op een gegeven moment is het wel echt tijd om dan door te gaan. Ja. Die avond van 28 januari, 7 uur om precies te zijn, koningin Beatrix maakt het bekend aan het Nederlandse volk. Hoe was die avond? Wat deed u? Ja, we gingen naar Huis ten Bosch met de drie meisjes en we hebben samen gegeten en samen naar de uitzending gekeken. En wat wel bijzonder was, dat maakt niet uit hoe voorbereid we allemaal waren voor die moment. We hadden wel gesproken met de kinderen. Toch was dat moment, denk ik, dat net voor alle Nederlanders een heel emotioneel moment. He? Ja, echt. Emotioneel om het uitgesproken te worden. Je hebt de tekst al zo vaak gelezen. Ja. En dan zie je het toch voor de eerste keer op televisie. Toch ook heel emotioneel, alle reacties. Hoe geraakt mensen waren. En toch, ja, aan de ene kant zeg wat jammer dat de koningin na 33 jaar ermee stopt. Aan de andere kant gunnen ze haar ook nu wat meer vrije tijd. En zeggen, oké, we gaan gewoon door. Ze heeft het fantastisch gedaan voor Nederland. We zijn haar dankbaar. En de reacties op die eerste avond die waren echt fantastisch. Dan op naar 30 april. Ik neem aan dat op die dag al heel veel vast ligt volgens protocol. Maar waaraan kunnen we nou gaan merken dat u koning wordt, dat het uw dag is? Nou, op 30 april ligt zoveel vast en de tijd is eigenlijk zo kort waarin dat allemaal moet gebeuren. Er zal heel weinig echt van mijzelf persoonlijk in zitten. De abdicatie is natuurlijk een activiteit waar de koningin haar handtekening zet en daadwerkelijk het koningschap neerlegt. Daarna het balkon met onze kinderen. En daarna de inhuldiging in de Nieuwe Kerk als gast van de Verenigde Vergadering. Het avondfeest en de activiteiten van het Nationaal Comité, daar hebben wij wel in overleg met het Nationaal Comité enige invloed op gehad. Tenminste, ze hebben ons voorgelegd wat hun ideeën waren en we hebben daarmee ingestemd, omdat wij het ontzettend mooi vinden wat ze van plan zijn. Ze proberen echt jong en oud door het hele land, het hele Koninkrijk, inclusief de Caribische delen van Nederland, erbij te betrekken. Via het Koningslied, via de Koningsspelen, via de dromen, de wensen die ingeleverd worden. Op allerlei manieren wordt het toch op die manier echt mijn inhuldigingsdag. U kunt uw stempel drukken die dag. Of het uw eigen kleur geven door de toespraken die u gaat houden. Heeft u ze al klaar? Dat is op dit moment van uitzending. Zijn ze zeker klaar. Ja? Ja. En is dat echt een heel persoonlijk proces? Dat is een persoonlijk proces, maar uiteraard heb je mensen die je daarbij bij ondersteunen. Maar het begin van de toespraak is echt gewoon een vergaarbak van allemaal ideeën die ik er graag in wil hebben. En dan ga je ze vertalen en netjes achter elkaar zetten en inkorten uiteindelijk. Er zijn een heleboel propjes door de kamer gegaan. Er gaan een heleboel propjes door de kamer. En die gaan dan wel de versnipperaar in. Want anders blijven ze ook maar ergens liggen. Ja. En uiteindelijk denk ik dat een hele mooie speech geworden is, waar ik met een paar mensen hard aan gewerkt heb. Wat een beginpunt is van een nieuwe koningschap. Op 30 april is uw broer Friso er uiteraard niet bij. Wat betekent zijn afwezigheid voor u? We zijn als een heel hecht gezin opgegroeid. We zijn drie broers binnen 2,5 jaar van elkaar. Hebben veel samen meegemaakt. En dan wil je natuurlijk dat iedereen daarbij is. En zo'n ongeluk in een gezin, in welk gezin dan ook, is gewoon verschrikkelijk. Dus ik vind het diep tragisch. Vanuit staatsrechtelijk perspectief is het gewoon een inhuldiging wat geen familie-evenement is. Maar vanuit de familie is het natuurlijk een heel moeilijk moment. Ik moet wel zeggen dat we natuurlijk al meer dan een jaar leven met deze verschrikkelijke situatie, waarin Friso's vrouw Mabel en mijn moeder ongelooflijk hun best doen voor mijn broer. En dat ze er echt elke dag mee bezig zijn, het allerbeste voor hem proberen te doen. En dus ik kan ook niet meer dan ondersteuning voor hun zijn.
En ook dan op 30 april het zo goed mogelijk laten verlopen, ondanks zijn afwezigheid. Gaat u er nog op enige manier bij stilstaan op 30 april bij zijn afwezigheid? Nee, want de inhuldiging is echt een staatsrechtelijk evenement. En het is een staatsaangelegenheid. Uiteraard als familie zullen we er zeker bij stilstaan, maar niet in het openbaar. Hoe moeilijke vraag om te stellen, misschien nog veel moeilijker om te antwoorden, maar ik wil het toch, omdat veel mensen op de bank zich dit ook zullen afvragen, aan u vragen. Hoe is het nu met uw broer op dit moment? Nou, helaas hebben we nog geen nieuwe mededelingen kunnen doen. En we zouden mededelingen doen zodra er substantiële veranderingen waren. Dus het is nog steeds hetzelfde, dezelfde situatie. Maar hij is in de beste handen. En Mabel en mijn moeder doen echt alles voor hem. Om het zo goed mogelijk om hem een kans te geven. Dus ik kan alleen maar diepe respect voor Mabel en mijn moeder uitspreken. Wat zij doen voor mijn broer. Gaan we terug naar 30 april. Een historische dag waar de wereld meekijkt. Bent u nerveus? Nog niet. Nog niet. De spanning stijgt natuurlijk naarmate de datum van 30 april nadert. Ja. De gezonde spanning. De details in de uitvoering. De details in de uitvoering zijn natuurlijk extreem belangrijk. Maar de sfeer waarin de voorbereiding gebeurt, de aanpak van het Nationaal Comité, de aanpak van de stad Amsterdam, van de regering, van de Verenigde Vergadering, alles gaat zo positief. Dat kan bijna niet misgaan. Gaat u repeteren? Absoluut. Ja. En zeker ook met de drie meisjes, dat ze weten waar ze aan toe zijn. En dat iedereen weet waar ze aan toe zijn. Want het is wel niet gecompliceerd, maar ja, we moeten wel goed doen. Gaat u nog repeteren of heeft u al gerepeteerd? We gaan nog repeteren. In de Nieuwe Kerk? Hoe de dag ervoor. Gewoon de dag ervoor, als alles helemaal klaar is, dan vindt de repetitie plaats. Dat moet je ook niet te veel van tevoren willen doen. Uiteraard gaan we wel kijken op de verschillende locaties. Kijken wat nog veranderd moet of kan worden. Maar de echte generale repetitie, die hopelijk helemaal fout gaat. Zoals de generale fout hoort. Dan leer je ervan. En dan kan je nog daar de puntjes op de i zetten voor de 30ste zelf. Ja. Sinds u prinses bent, heeft u natuurlijk al heel veel grote evenementen meegemaakt. Maar daar ook nare momenten in. Meegemaakt, zoals de aanslag in Apeldoorn, maar ook de Damschreeuwer. Bent u daardoor meer op uw hoede voor dit soort grote gebeurtenissen? Ja, het is wel een goede vraag. Ik denk dat na de Schreeuwer en zeker na Koninginnedag-aanslag heb ik 1 maand gehad waar elke auto die te veel remde, waar ik had een soort van natuurlijke of instinctieve reactie. Niet alleen maar voor jezelf, maar ook voor de mensen. Als je een bezoek gaat brengen ergens de gemeente, die eerste ding die door mijn hoofd gaat is, ik hoop dat niemand waagt iets te doen met al die mensen die hier zijn. Ik denk dat ging echt enorm door mijn hoofd in het begin. Maar ja, op een gegeven moment, de tijd gaat door en je herstelt daarvan. En ik hoop dat echt de beveiliging die wordt gedaan echt zijn werk zou doen. En ik moet daar vertrouwen in hebben. En zo sta ik in het leven. En hoe is dat voor u? Nou, na Apeldoorn, moet ik zeggen, liep ik met mijn secretaris van mijn Verenigde Naties adviesorgaan door New York heen. En hij vroeg aan mij, hoe gaat het nou met je? Dat is een maand later. Ik zei, nou, ik ben er wel overheen. Totdat zo'n New Yorkse taxi over een putdeksel heen denderde naast, ben ik ongeveer bij me in de armen sprong. Dus ja, het neemt wel een tijdje voordat je er overheen bent. Die geluiden die blijven zo bij je dat je instinctief toch reageert en omkijkt. Maar ja, nu is dat er wel uit. En ik ben ervan overtuigd dat wij een prachtige inhuldigingsdag, troonswisselingsdag in Amsterdam tegemoet gaan. Waar natuurlijk ook mogelijkheden voor tegengeluiden zijn. En dat moet ook. Er is helemaal niks mis. Dus zo'n spandoek, zoals we laatst nog een keer zagen, geen probleem? Vind ik absoluut geen probleem. En dan wil ik dit bij zeggen, dat die arme politieman die dacht dat hij het beste deed, die heeft een foutje gemaakt, denk ik. Maar we mogen allemaal fouten maken en daar leren we van. Protesteren mag. Protesteren mag altijd. Hele belangrijke vraag over 30 april. Wat doet u aan?
Nou, tegen die tijd ben ik geen militair meer. Ik heb sinds augustus 85 gediend. Tot, zoals het nu uitziet, tot de 29 april 2013. Omdat een actief dienend militair geen lid kan zijn van de regering. Dus in burger. Geen uniform? Geen uniform. En in burger dan wel? Kunt u dat omschrijven, wat u aandoet? Ja, rokkostuum. En? En de mantel. Daar uiteraard. Wil ik heen, naar de Hermelijnen mantel. Ja. Is die klaar? Moest die nog gerestaureerd worden? Moest er nog iets aan gebeuren? Er moest wat aan gebeuren in de vorm van... er zitten leeuwen op van zilverdraad, die waren helemaal donker geworden. Die moest een beetje opgepoetst worden. Maar het is gewoon de oude mantel die weer uit de doos gehaald is. En hij is een beetje bijgepoetst en opgelapt en hij is weer helemaal klaar. Er zit natuurlijk bont in. Er zijn mensen in de Nederlandse samenleving die daar bezwaar tegen maken, tegen het dragen van bont. Is dat voor u nog een overweging geweest om hem misschien niet om te doen? Het is zo'n traditie om die mantel aan te trekken. En natuurlijk is hij over die 200 jaar dat hij nu gebruikt is aangepast. Andere vormen en bijgewerkt enzovoort. Dat begrijp ik ook wel. Maar ik hou rekening met gevoelens van mensen, absoluut. Maar een deel van die traditie is toch het dragen van die mantel. En je staat nu eenmaal voor continuïteit van een systeem van 200 jaar. Dus daar hoort die mantel bij. Gaat u ons vertellen wat u aan gaat doen? Nee. Nee. Daar was ik wel bang voor. Gaat u ons wel vertellen of het bijvoorbeeld een Nederlandse ontwerper is die het gemaakt ook heeft? Ook niet. Helemaal niks? Ik ga niks vertellen. Een heel klein tipje van de sluier. Nee, we moeten wel geen iets sluier. Houden voor dergelijke. Geen sluier, daarom. Tipje van de sluier. Geen sluier. Geen sluier. Tipje. Ook geen tipje. Ook geen tipje dus. Okay. Dat kan niet. In ieder geval lang. Ja. Ja. Dat staat vast, hè? Ja, dat staat vast, absoluut. Zijn de kinderen de hele dag bij? Ja, de hele dag. En voor de abdicatie van mijn schoonmoeder, voor de huldiging en voor het feest 's avonds. Dus het is voor hen ook wel bijzonder. Realiseren zij zich wat er die dag gebeurt? Heel goed. Ja? Ja, heel goed. Hmm. Amalia die beseft het heel goed dat daarna is zij aan de beurt. Haar eerste vraag was aan mij van, hoeveel jaar ga jij het doen? Ik ben nog meer zo van, kan ik nu alvast een streep in mijn agenda zetten? Ze weet het dus precies. Ze weet het precies. Ze weet het heel goed. En wat was uw antwoord? Ja. Dat zou je wel willen weten. Dat zei u ook tegen haar? Ja. Ja. Pijnlijker voor 30 april is dat uw vader niet aanwezig zal zijn. Wie heeft dat besloten? We hebben gezamenlijk besloten. Het was evident, als mijn vader niet kon komen voor het huwelijk, dan was heel evident dat dit is een stadrechtelijke viering. Dus ja, dat hoort mijn vader echt niet bij. U zegt gezamenlijk. Moet ik me dan voorstellen dat u tegen uw vader zegt, pap, je begrijpt, blijf maar weg. Of heeft hij tegen u gezegd, kind, ik kom wel niet? Nou, we hebben met mijn familie wel zo besloten, dus niemand komt. Toch was er, we zijn natuurlijk zoveel jaar verder, toch was er enige ruimte, leek het, politiek gezien, dat hij eventueel wel aanwezig zou kunnen zijn. Hè? De PvdA-leider Diederik Samson, die in september nog zei, wat mij betreft zou die er wel kunnen zijn. Heeft u er nog aan gedacht om die ruimte te nemen, om het toch te proberen? Nou, we hadden min of meer afspraken gemaakt in 2002. En ik voelde wel goed zo. Dit is een stadrechtelijk moment waar mijn man koning wordt. En dat hoort echt mijn vader zeker als er issues mee zijn. Ja, niet bij. En dat vind ik wel goed om het zo'n manier te laten. Hij bleef mijn vader. We bleven onze privémomenten te vieren. Maar stadrechtelijk speelt zich een rol en zo moet het zijn. Ja, u zegt staatsrechtelijk, maar ik neem aan als kind van uw vader, dat daar ook emoties bij komen kijken. Want ook dit weer, ik snap het verschil met een huwelijk, maar ook dit weer is natuurlijk een heel groot moment. Laat maar zo zeggen, het verschil tussen een huwelijk en koning, dat mijn man koning wordt, emotioneel is een totaal andere gelegenheid. Ik zou zeggen, bij een huwelijk, dat is wel pijnlijk. In deze moment zou het natuurlijk ontzettend leuk zijn als ze allemaal erbij zouden zijn. Maar het is wel anders emotioneel. Ander onderwerp. U heeft aangekondigd koning Willem-Alexander te worden. Koning Willem IV had ook gekund. Heeft u ooit in het verleden zelf wel eens over gespeculeerd? Waarom is het Willem-Alexander geworden en niet Willem IV? Ik heb in het verleden wel eens gezegd dat het voor de hand zou liggen dat het Willem IV zou worden. Maar ik heb nooit gezegd wat het zou worden. En ik heb het eigenlijk ook pas vrij recent voor mezelf besloten. Allereerst
is mijn naam Willem-Alexander. Het is gewoon één naam. En ik heb mijn hele leven, 46 jaar, doorgebracht als Willem-Alexander. En dan met name onder de roepnaam Alexander. Ik zou het heel raar vinden om dat nu overboord te moeten zetten. Omdat je een koning wordt van een land. Aan de andere kant, ja, je bent geen nummer. Willem IV staat naast Bertha 38 in de wei. U zegt het, ik zou het niet durven zeggen, maar goed. Nee, maar je bent dan toch Willem. Je bent, voor de historici ben je Willem IV. Maar je wordt niet in de straat aangesproken als hallo Willem IV. Dan ben je Willem. Dus ik zeg dan maar mijn eigen naam. Mm-hmm. Dat is gewoon Willem-Alexander. Uw grootmoeder werd aangesproken, vroeger om aangesproken te worden als mevrouw. Uw moeder spreken we aan als majesteit als we haar ontmoeten. Heeft u al bedacht hoe u graag aangesproken wilt worden straks als u koning bent? Je hebt protocollen en je hebt wat mensen zelf willen. Ja. En ik weet dat van mijn moeder gezegd wordt dat ze als majesteit aangesproken moet worden. Dat is helemaal aan het begin van haar koningschap. Heeft ooit eens iemand aan een adjudant gevraagd van hoe moeten we de koningin aanspreken? En die heeft het correcte antwoord gegeven met majesteit. En toen is dat idee ontstaan dat de koningin altijd met majesteit aangesproken moet worden. In tegenstelling tot haar moeder. Ik zit daar helemaal niet in. Ik ben geen protocolfetischist. Mensen mogen me aanspreken zoals ze willen. Omdat ze daarmee op hun gemak kunnen zijn. Natuurlijk zijn er in formele omstandigheden formele protocollen. Maar over het algemeen, als je met werkbezoeken bezig bent... mensen spreken me op alle manieren aan. Het gaat er mij meer om dat mensen op hun gemak zijn als ik bij ze ben. Als ze dat ze op hun gemak voelen. Ja. Dan dat ze zich over woorden struikelend verder niks meer durven te zeggen. U bent officieel prinses der Nederlanden. Maar u wordt koningin, zo wordt u straks aangesproken. Zo gaan we u noemen. Waarom is dat eigenlijk? Ja, waarom? Het hoort bij de traditie dat als een... Ja, een koning is, zijn vrouw, wordt als koningin toegesproken. Maar het is een manier van spreken. Dus het is geen staatsrechtelijke positie, laat maar zo zeggen. Nou, maar ik vraag het ook omdat we hadden prins Klaus, prins Bernhard. Ja. Die werden geen koning, maar u wordt wel maar koningin. Maar ook een koningin Emma. Mm-hmm. Dus maar, ja, dat je is moet toch wel zo zien dat een koning is een man of een vrouw. En een koningin is altijd een vrouw. Dus daarmee, de staatsrechtelijke koning dan, hè, zoals die in de grondwet genoemd is. Dus daarmee kan je niet een koningin Beatrix hebben... en daarnaast een koning die Klaus hebben. Dat kan niet. En andersom kan het wel. Okay. En u bent niet bang in het buitenland dat er dan misschien verwarring ontstaat... Nope. Omdat u dan met z'n tweeën aankomt en dat ze dan stiekem denken dat zij het staatshoofd is? Ik denk de enige waar verwarring is in Nederland. Oh ja? In de rest van de wereld is het volstrekt normaal. Zegt het de keuze voor deze aanspreektitel, los van het staatsrechtelijke verhaal... zegt het misschien ook iets over gelijkwaardigheid tussen u beiden? Ziet u het koningschap als een gezamenlijke opdracht, als een soort duobaan? Absoluut niet. En dat wil ik ook te stellen, zo tegenspreken. Ik denk dat juist als je af zou wijken van wat de norm is... dat je dan er aandacht voor vraagt. En het is dus de norm is dat de vrouw van de koning als koningin aangesproken wordt. Als je daar dus op een of andere manier aandacht voor gaat vragen om het anders te doen... dan ga je daar dus een nadruk op leggen. Maar er is maar één koning in Nederland. En op dit moment is dat Beatrix. En na 30 april ben ik dat waarschijnlijk, als het allemaal doorgaat. In ieder geval als die handtekening gezet wordt. Dus nee, er is niet zoiets als een duobaan. Er is maar één staatshoofd en die hebben staatsrechtelijke verplichtingen. En zo, ja, zo gaat het. En het wordt ondersteund. Ik zal hem altijd blijven ondersteunen. En waar ja, soms als de koning niet ergens naartoe kan gaan... kan ik hem vertegenwoordigen ergens, maar nooit zijn plaats nemen. Hecht u er eigenlijk aan die titel, koningin? Nee, het is een beetje zoals mijn man. Ik denk dat iedereen roept me Maximoor. Dus uiteindelijk, koningin of prinses doet er niet toe. Het is meer wat wij vertegenwoordigen... dan de titel zelf. U weet uiteraard al heel lang dat u koning wordt. Hebben we het ook over gehad. Nu is het zover. Wat voor koning wilt u zijn? Ik wil een koning zijn die allereerst in de traditie staat. Voortbouwen op de traditie van mijn voorgangsters. Die staat voor continuïteit in het land. En ook voor stabiliteit in het land. Maar ook een koning die in de 21ste eeuw... de samenleving kan samenbinden, vertegenwoordigen en aanmoedigen. Hmm. Samenbinden, vertegenwoordigen, aanmoedigen. Hoe doe je dat in de praktijk? Nou, door aanwezig te zijn waar jij denkt dat mensen die steun in de rug nodig hebben. Door mooie en goede evenementen
extra aandacht te geven door aanwezigheid. Door mensen te steunen die de hulp even nodig hebben. Ook in het buitenland in Nederland goed vertegenwoordigen. Op allerlei manieren proberen dat samenbindende element in de samenleving te zijn. Dienend aan de samenleving. Heeft u al qua toon misschien besloten wat voor een koning u wilt worden? Wilt u wat afstandelijker zijn? Met enige dignitas, zoals dat wel wordt genoemd? Of wilt u misschien wat volkser zijn? Wat dichter bij het volk? Heeft u daar een idee over? Ik denk dat dat per situatie anders is. Natuurlijk ben je de koning, maar je bent ook een mens. En je hebt ook emoties en gevoelens. En soms moet je die ook uiten. Anders kan je niet echt jezelf zijn. Het belangrijkste is dat je authentiek blijft. Als je niet authentiek bent, dan kan je het ook in zo'n nieuwe functie niet goed volbrengen. U moet, ja? Ja, ik denk dat hij is geweest zoals hij is geweest tot nu toe. Ja. En het zal ook niet veranderen. En hij is een persoon die is heel dicht bij de mensen. Die houdt van heel veel contact met mensen. En daar haal je je inspiratie eruit. En ja. Dat zal zo blijven zijn. Ja. Heeft uw moeder, ze heeft het 33 jaar gedaan, heeft ze u nog één belangrijk advies meegegeven? Blijf jezelf, hou je koers vast en probeer niet met alle winden populair mee te waaien, want dat breekt je op. Dus als je authentiek bent en gewoon jezelf blijft en waar je voor, aantoont waar je voor staat, dan kan je het lang volhouden op deze manier. U zei net, ik wil de lijn voortzetten zoals uw moeder dat de afgelopen 33 jaar heeft gedaan. U zei, maar wel in de 21ste eeuw. Zegt u daarmee, ik wil het koningschap moderner maken? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Uiteindelijk kan je van een monarchie zeggen, het enige constante is dat het altijd in verandering is. Altijd meebeweegt met de maatschappij. Langzaam, maar het beweegt wel mee met wat de maatschappij wil. Anders sta je er buiten. Dan ben je niet meer relevant. Je bent een symbool, maar een symbool moet wel relevantie hebben. Wat veranderd is onlangs, is uw rol als koning straks in de formatie. Uw moeder had bij de laatste formatie geen rol meer. Wat vindt u daarvan? Er zat wel degelijk een staatsrechtelijke rol van de beëdiging van ministers. Dus hoe je daartoe komt, dat is ongeschreven staatsrecht. Dat gaat gewoon op een bepaalde manier door. En dat is de wens van het parlement. En het parlement is het hoogste orgaan in Nederland. Ja, ik vraag het u, omdat u eerder in een interview heeft gezegd dat u nogal hecht aan die rol in de formatie. Ja, u verwijst duidelijk naar het interview in 1993 met Van Westerlo, waar het verschil tussen inhoudelijk en ceremonieel koningschap voorgelegd werd. En daar heb ik inderdaad gezegd van ja, de formatie is een belangrijke functie, een belangrijke rol voor de koning. Toch ook iets terugbrengen in het tijdslicht. Dat was 10 jaar na de grondwetsherziening van 1983. En in die grondwetsherziening is voor het eerst pas de koning als lid van de regering genoemd. Daarvoor bestond dat niet. Dus als ik op dat moment gezegd had van het moet een ceremonieel koningschap zijn waar de koning dus niet langer lid is van de regering, dan had ik echt een probleem gehad. Dus je kan de krantenkoppen ongeveer al voor je zien. Dus de tijd is wel vooruit doorgegaan. En nu 20 jaar later zou ik toch even willen zeggen dat ook zonder een formele rol in de formatie je een inhoudelijk koningschap kan hebben. Aan welke inhoudelijke elementen van het koningschap hecht u het meest? Nou, ik denk dat het koningschap op zich inhoudelijk is. Want zelfs het, wat dan soms sarcastisch genoemd wordt, het lintjes knippen, kan heel inhoudelijk zijn. Want als jij maar goed bepaalt welke lintjes je knipt, en dat staat dan eventjes voor je aanwezigheid bij bepaalde evenementen, waar kies je om bij te zijn, waar kies je voor om samenbindend te zijn, om aandacht voor te vragen, om vertegenwoordigend bij te zijn. Die keuzes kunnen heel erg inhoud geven aan waar jij voor staat en wat jij belangrijk vindt voor Nederland. Dus zelfs het ultieme symbool van het ceremoniële koningschap, het lintjes knippen, kan heel inhoudelijk zijn. Mocht de Tweede Kamer ooit besluiten dat het puur ceremonieel koningschap zou moeten worden, zou dat dan ook voor u acceptabel zijn? Als het wetgevingsproces democratisch en volgens de regels van de grondwet gaat, accepteer ik alles. Daar heb ik helemaal geen probleem mee, daar ben ik koning voor. En als daar een handtekening van mij onder moet komen, dan komt die er. Nog even naar die laatste formatie. Want bij de laatste formatie had uw moeder in ieder geval een
andere rol dan voorheen. En op deze formatie is behoorlijk wat kritiek. Hè. Het zou te snel zijn gegaan, er zouden te weinig partijen bij betrokken zijn geweest. En niet onbelangrijk, er zou te weinig zijn gekeken naar het draagvlak in de Eerste Kamer. Denkt u dat het verschil had gemaakt als uw moeder wel haar oorspronkelijke rol had vervuld? Denkt u echt dat ik daar hier een antwoord op ga geven? Nee, dit lijkt me echt iets wat niet verstandig is om hier een antwoord op te geven. Ik heb ook al vaker in interviews gezegd, spreken zilver, zwijgen is goud. Dat betekent niet dat ik geen mening heb als persoon. De koning kan wel een mening hebben, maar die moet hij niet ook vaak voor zich houden. En ik denk dat dat ook een gouden regel is die ik ook in de komende jaren goed aan vast zal houden. Te beginnen bij u nu. Ja. Allee, als we het iets los zouden trekken van die laatste formatie. Kunt u wel iets zeggen over hoe groot u de waarde dan acht van die rol in die formatie die uw moeder voorheen wel speelde? Het belangrijkste is dat uiteindelijk de koning staatsrechtelijke rol heeft bij de beëdiging en het benoemen van de ministers. En hoe dat tot stand komt, dat zal ook na de vorige formatie wil weer gaan veranderen. Dat ben ik van overtuigd. In de tijd dat ik koning ben van dit land, zullen we terugkijken naar het interview en zeggen van ja, toen dachten we dat het allemaal in beton gegoten was. Dat is het niet. Het gaat meebewegen. En dat is prima. Zolang het democratische proces maar goed gevolgd wordt en de regels van de grondwet gehandhaafd blijven. Gaat u wel, zoals uw moeder dat ook altijd gedaan heeft, elke week met de minister-president praten? Bent u dat van zins? Ik ben wel van plan om in ieder geval gewoon door te gaan zoals mijn moeder dat gedaan heeft. Te beginnen dus de eerste maandag na 30 april een gesprek met de minister-president aan te gaan. Ik weet niet of dat gedurende het hele koningschap zo zal zijn. Dat weet ik niet. Maar het is wel heel duidelijk dat het heel van essentieel belang is om de ministeriële verantwoordelijkheid goed in te vullen. Dat het contact tussen de koning en de minister-president optimaal moet zijn. Telefonisch, elektronisch, face-to-face, maakt niet uit. Je moet elkaar altijd kunnen vinden en 100% op elkaar kunnen vertrouwen. Anders werkt de ministeriële verantwoordelijkheid niet. En helpt het dan dat je generatiegenoten bent? Ja, je hebt allebei je eigen verantwoordelijkheden. En dat is los van de generaties. Maar het feit dat je generatiegenoten bent, heb je soms een half woord genoeg. En dat maakt het wel makkelijker. U heeft allerlei functies, ook internationale. Kunt u straks als koningin blijven doen wat u nu doet? Ik zou wel proberen dat voor te zetten, inderdaad. Zeker mijn internationale functies wil ik heel graag doorzetten. Ik doe het niet alleen maar omdat ik het natuurlijk leuk vind. Anders zouden we niet eens aan beginnen. Maar ik vind dat wel ook voor Nederland in de vertegenwoordigende rol wel heel goed is. En het geeft me ook heel veel informatie en ervaring die ook hier in Nederland weer kan toepassen. Dus dat vind ik heel fijn. Ja. Daarnaast heb ik ook in Nederland verschillende functies. En dat zal ik echt blijven doen. Het past er al in mijn functie als prinses. Dat zou niet veranderen als koningin. Want mijn situatie na 30 april, zoals we net over hadden... verandert mijn situatie niet zoveel zoals die van mijn man. Moet je misschien als koningin ook voorzichtiger zijn met sommige dingen? Ik noem inclusive finance, bent u heel actief in. Mm-hmm. De financiële wereld heeft de laatste pak en beet 5 jaar niet in een heel gunstig daglicht gestaan. En dan druk ik me voorzichtig uit. Moet je met dat soort dingen opletten? Straks, als u koningin bent, is dat dan een afweging? Je moet altijd opletten. Maar extra? Ja, misschien wel in de komende jaar. Maar ik heb altijd enorm opgelet. En daarom voel ik dat wel vertrouwen mee werd gegeven om echt mijn werk te kunnen doen. Want ik heb altijd opgelet. En bijvoorbeeld financial inclusion. Het feit dat misschien de financiële wereld echt misschien niet in de goede daglicht komt te staan. Dat neemt niet weg dat bedrijven, kleine, micro, kleine en middengrote bedrijven nog steeds financiering hebben om echt te kunnen groeien, om te kunnen investeren en uiteindelijk om werkgelegenheid te kunnen creëren. Dus die ene neemt die andere niet weg. Hoe belangrijk is het voor u? In het verleden hebben Prins Klaus, Prins Bernhard er ook dingen over gezegd voor u om uw dingen te kunnen blijven doen. Heel belangrijk. Ja, ik vind het heel belangrijk. Ja. Ja, want het geeft me echt een inhoudelijk voldoening waar ik heel veel energie uit krijg. Om echt
ja, de rest te kunnen doen. Zelfs moeder, betere moeder te kunnen zijn. Amalia wordt ouder en ook voor haar gaat er natuurlijk wat veranderen na de 30ste. Hoe heeft u een idee, of doet u dat al, hoe u haar gaat begeleiden in haar nieuwe rol? Ja, ik probeer dan terug te kijken naar de manier waarop mijn ouders mij toen begeleid en behandeld hebben. In ieder geval voor zorgen dat je geen verschil hebt in de familie. Dat je geen verschil maakt tussen de kinderen. De kinderen zijn gewoon alle drie onze kinderen en we houden van alle drie evenveel. En er is dus absoluut intern geen enkel verschil. En proberen de formele kant uit te stellen tot na de 18e. Na de 18e verjaardag zal Amalia lid worden van de Raad van State. Dan krijgt ze ook een inkomen van het Rijk. Dan staan er ook verplichtingen tegenover. Vanaf dat moment is ze ook troonsgerechtigd in leeftijd. En tot die tijd moet je proberen zoveel mogelijk haar af te schermen. Dus ook geen officiële activiteiten zelf ondernemen, of meer zo min mogelijk. Proberen haar echt zoveel mogelijk een jeugd te geven met haar zusjes, met haar vriendinnen en vriendjes. En op een afgeschermde manier proberen haar te laten ontdekken wie ze is. Als je niet zelf kan ontdekken wie je bent, dan kan je nooit een goede dienende functie in de toekomst hebben. Ander onderwerp. U heeft de laatste jaren, gedurende de laatste jaren, ook regelmatig kritiek te verwerken gekregen. Bijvoorbeeld over uw vakantiehuis in Mozambique. U moest daar toen afscheid van nemen. Waar ging dat eigenlijk mis? Ja, dat is natuurlijk heel lastig om echt een moment aan te geven. Want als het echt één moment zou zijn, dan zou het veel makkelijker zijn om te zeggen van dan stop je ermee. Dat is een proces wat zich ontvouwde. En waar je dus ook van leert dat je, ook als je de intenties goed zijn en dat er misschien in objectieve zin niks mis is, dat het toch niet goed hoeft te zijn. Dat je een inschattingsfout gemaakt hebt en dan probeer je dat met argumenten tegenin proberen te gaan, omdat je echt gelooft dat je goed ergens mee bezig bent. Maar aan de andere kant mag een vakantiehuis natuurlijk nooit tussen ons werk en Nederland komen staan. En dat gebeurde. Ons werk voor Nederland en in Nederland was niet meer relevant op dat moment. En ik denk dat ik dus de inschattingsfout heb gemaakt op dat moment door te lang te blijven proberen vast te houden aan de positieve kanten van het verhaal en objectief te laten zien dat er niks mis mee was. Maar goed, wij zijn mensen. Mensen maken fouten. Ik zal ook in de toekomst fouten blijven maken. Dat is niet erg. Als mensen fouten maken, moet je ervan leren en moet je zorgen dat het niet weer gebeurt. En je omgeving moet ervoor zorgen dat het dan niet helemaal uit de hand loopt. Daar is een omgeving van mensen ook voor. Ik denk dat we daar heel veel van geleerd hebben. En dat ook een deel van de vorming is geweest in onze voorbereiding op het koningschap. Was er in de omgeving niemand die tegen u heeft gezegd op een gegeven moment, oh jongens, let nou op, dit gaat niet goed. Bent u gewaarschuwd? Ja, in de proces daarvan wel. Mm-hmm. U heeft nu een vakantiehuis in Griekenland. Heeft u dat voorgelegd aan de minister-president op voorhand? Ja, maar Mozambique hebben we ook voorgelegd aan de minister-president. Ja. Denk toch niet dat ik na Mozambique. Ik zeg, een mens mag fouten maken, maar je moet wel leren van je fouten. Mag niet zeker. Dus het antwoord is ja, uiteraard. Oké. Iets anders. U treedt aan als koning in een economische crisis. Wat betekent dat voor uw ambt? Nou, dat het heel belangrijk is om die mensen die echt geraakt worden voor de crisis proberen te ondersteunen. Proberen een symbool te zijn van hoop, misschien dat naar de toekomst toe. Dat we als Nederland de kracht hebben om ons samen uit deze crisis te werken. Individueel gaat het niet lukken. Maar als we samenwerken, de kracht van Nederland is juist samenwerken. Op buurtniveau, op wat voor niveau dan ook. En weer het vertrouwen krijgen dat de toekomst, dat er een toekomst is. En daar kan je als koning een rol in spelen. Zoals handelsmissies, zoals laatst naar Brazilië. Gaat u dat intensiveren? Het is in ieder geval wel onze bedoeling om ook het instrument van staatsbezoeken, zeker buiten Europa, meer in te gaan zetten voor economische betrekkingen. Maar uw vraag begon met, we zitten in een crisis. Dat beseffen wij ons heel goed. En daarom hebben wij ook in overleg met het Nationaal Comité in Hildering gevraagd om eens een keer positieve dromen voor Nederland naar buiten te brengen. De kans om eens een keer niet alleen maar negatief te zijn. En het zijn dromen voor de koning. En ik neem ze allemaal graag in ontvangst.
Maar het is natuurlijk dromen voor beleidsmakers. Het zijn dromen voor politici. Voor iedereen die graag moet, die eigenlijk zou moeten horen wat leeft er in de Nederlandse bevolking. En dit hele project van het Nationaal Comité Inhuldiging geeft dus ook de kans aan van andere mensen om positieve dromen te horen van de Nederlanders. En ik hoop dat daar ook goed gebruik van gemaakt gaat worden. Nog even over die economische crisis. Begrijpt u dat daardoor mensen misschien nog meer zeggen dan in het verleden? Laat het Koningshuis ook maar eens inleveren. Laat ze bijvoorbeeld maar eens belasting betalen. Ik begrijp het. Ik kan niet anders. Nu even heel formeel antwoorden. Dan volgen wat de Kamer ons aan salaris en aan onkostenvoeding geeft. Daar is een wet voor, de wet Financieel Statuut. Die is vrij onlangs met algemene stemmen aangenomen door de Kamer. Waarin precies geregeld wordt hoe de monarchie in Nederland gefinancierd wordt. En dat is waarschijnlijk zo omdat ze dan zeggen van dan kan de koning niet zelf extra salaris nemen. Want dat houden we op deze manier goed in de gaten. Maar dat gaat dus ook de andere kant op. Dat is niet aan ons om dat te beslissen. Wij zijn trendvolgers, volgens die wet. Maar tegen mensen die zeggen, ja, maar het Koningshuis kost echt heel veel geld. Het is hartstikke duur. En het is op dit moment crisis. Dus dat kan allemaal wel een tikkie minder met de uitgaven voor het Koningshuis. Wat zegt u tegen die mensen? Ik zeg tegen die mensen dat ik begrip heb voor een situatie. Maar dan vraag ik ook soms van hoeveel denk je dat het dan wel zou moeten zijn? Mm-hmm. En daar kunnen mensen ook geen antwoord op geven. Want dat is heel lastig om te kwantificeren wat een monarchie moet kosten. Kijk, want uiteindelijk, wat u ziet zijn budgetten, maar gerealiseerde kosten, daar wordt echt wel gekeken dat die omlaag gaan ieder jaar. Ja. En daar zijn we heel sterk mee bezig. En ik begrijp ook dat wij een fantastisch inkomen krijgen, een fantastische ondersteuning krijgen. En daar zijn we ontzettend dankbaar voor. En daar proberen we ook maximaal voor te leveren. En we zijn echt heel erg, dat we ook tegen alle leden van de hofhouding zeggen, pas op je kosten, pas op je kosten. Toch nog heel even, want u zegt, ik begin met een formeel antwoord. Want het wordt voor ons besloten. Maar je kunt toch als koning ook zeggen, ik wil het graag met minder doen. Als je gaat bezuinigen op de kosten van de monarchie, betekent dat vrijwel onmiddellijk bezuinigen dat wij hier mensen moeten gaan ontslaan. Want uiteindelijk gaat het allemaal toch hoofdzakelijk naar salarissen van mensen die voor ons werken. Dus dan zullen bepaalde dingen niet meer uitgevoerd kunnen worden. Ja, en dan moet je gewoon mensen gaan ontslaan. Daar wil ik, als dat nodig is, als het echt noodzakelijk is, dan doe ik dat uiteraard. Dan integratie. Een paar jaar geleden zei u tijdens uw een interview voor uw 40ste verjaardag dat u het integratiedebat scherp vond en u noemde dat destructief. Hoe vindt u dat het nu gaat? Ik denk dat dat integratiedebat in de afgelopen 10 jaar op die manier te benoemen was. We komen natuurlijk uit een situatie in Nederland waar dingen nooit benoemd mochten worden. En het is natuurlijk een pendule die één kant op gaat en de andere kant op gaat. En ik denk ten tijde van dat interview waar u aan refereert, dat we heel erg aan de andere kant zaten. Dat het extreem was. En het wordt steeds realistischer. En ik hoop dat dat in de komende jaren ook realistisch, benoembaar, en ook dat er ook oplossingen komen uit het debat. Dat zou mijn grote wens zijn. Als we het op kunnen lossen, dan is het goed om een debat over te voeren. Het is in uw functie natuurlijk heel moeilijk om het debat te sturen, als u dat al zou willen. Toch zagen we dat op momenten wel bij uw moeder. Bijvoorbeeld bij de kersttoespraak. Is dat iets wat we ook van u kunnen verwachten? Ik heb nog geen concrete invulling voor mezelf van de kersttoespraak. Maar het is wel een moment waar je een eigen visie neer kan leggen. Ik weet dat het heel veel tijd kost om een goede kersttoespraak in elkaar te draaien. Op te stellen. Mijn moeder heeft daar heel veel energie altijd in gestoken. En ik weet nog niet. Kijk, natuurlijk ben ik een ander persoon. Uiteraard zal ik ook een kersttoespraak willen houden. Maar of die in dezelfde vorm gaat en op dezelfde manier vorm krijgt, dat weet ik niet. Misschien in 2013 wel een Twitterbericht in plaats van een. Ja, heel weinig tekentjes, hè? Ja. Als je het in zo weinig tekens kan zeggen, dan ben je geniaal. Dus dat wil ik niet claimen. Je gaat er nog op broeden. Ja.
Als we het nog even over dat integratiedebat hebben en ook wat u daar eerder over heeft gezegd. U zei niet alleen dat u het debat destructief of heel scherp vond. U zei toen ook, we moeten opletten dat we niet alleen aandacht voor allochtonen in de samenleving hebben, maar misschien juist ook wel voor de autochtonen, die zich door die aandacht voor de allochtonen misschien wat weggedrukt voelen. Hoe ziet u dat nu? Nou, dat is de basis van het Oranjefonds. Is geweest destijds in 2002 dat we juist moeten gaan kijken naar alle Nederlanders. Niet alleen maar concentreren op bepaalde doelgroepen. En op dat moment zaten er echt mensen in autochtone Nederlanders in de oude wijken in de stad echt in de knel. En die kregen op dat moment minder aandacht. En ik denk dat we met het Oranjefonds juist een heel mooi fonds hebben en een heel mooie methode hebben gevonden om tussen generaties, tussen verschillende groepen, allerlei manieren samenbindend bezig te zijn. En ik denk dat dat wordt alleen maar belangrijker. Dat wordt alleen maar belangrijker. Met name ook tussen de generaties, hè? Want dus de generatieverschillen, die worden steeds groter. Daar zie je steeds bespanningen tussen ontstaan. Onbegrip tussen generaties. Dat is misschien meer het probleem van nu, zegt u, dat generatie. Het is het probleem wat misschien wat te weinig belicht is in het verleden en waar ook het Oranjefonds nu heel veel tijd in steekt en energie in steekt om juist die generaties weer tot elkaar te brengen. Daar voelt u echt een speciale opdracht. Absoluut. Ja. We zijn allemaal Nederlanders. Sommigen uit de Randstad, sommigen platteland. U met Argentijns bloed van origine. Gaan we daar nog iets van merken? Het feit dat u in Argentinië geboren bent en opgegroeid. In uw invulling van uw rol als koningin straks. Hebt u tot nu toe wel iets gemerkt? Ja, sommige dingen wel. De manier waarop u soms op Koninginnedag danste bijvoorbeeld, was niet heel Hollands. Maar gaan we daar nog andere... Dat kunnen wij niet. Ik denk dat... Ik word niet hergeboren, hè, op 30 april. Dus ik zou zeggen, u zou hetzelfde van mij kunnen verwachten dat het tot nu toe wel het geval was. Ik zou niet anders doen dan voorheen. En natuurlijk, ik heb een achtergrond als Argentijn. Ik hou van dansen, heb ik gezegd. Ik hou van muziek. En dat zal ik wel blijven doen. En ik zou met name mezelf blijven. Twijfelt u nooit? Het is een ontzettend zware taak die u straks op uw schouders krijgt. Twijfelt u wel eens? Ieder mens moet twijfelen. Dat is ook goed, want daardoor creëer je ook weer adrenaline om het nog beter te doen. Ik denk dat als je de arrogantie hebt en niet twijfelt... ook de arrogantie hebt te denken dat je geen fouten maakt. Dat je dus alles beter weet. Nou, dan kan het niet goed gaan. En dan kan je ook zeker niet gelukkig zijn. Dus gezonde twijfel. Ja. U bent er klaar voor. Vriend en vijand is het erover eens. Wat betekent dat eigenlijk, er klaar voor zijn? Wat heeft u zich de afgelopen jaren eigen gemaakt dat u kunt zeggen... ja, ik ben er inderdaad klaar voor? Ik heb een hele goede, lange voorbereidingstijd gehad. Allereerst natuurlijk de opleiding en de opvoeding van mijn ouders. Opleiding op school. Maar vanaf mijn 18e heb ik mij goed kunnen voorbereiden door mijn diensttijd. Binnen de Raad van State. In mijn studententijd. In Nederland met diverse stages. Bij verschillende ministeries. In het land. Allerlei werkbezoeken. Via het Oranjefonds. Overal en nergens heb ik het land kunnen kijken en mensen kunnen ontmoeten. En echt het gevoel dat je het land door en door kent. En dat geldt ook natuurlijk voor de Caribische delen van het Koninkrijk. En tenslotte heb ik natuurlijk in mijn waterbeheer, nationaal en internationaal, zelf ook echt iets op kunnen bouwen. Waardoor ik nu het gevoel heb, ja, meer dan dit zal het niet zijn. Ik denk dat ik er nu echt klaar voor ben om het nu over te nemen van mijn moeder. En daarna wordt het niet meer Koninginnedag, maar Koningsdag. Ja. Het scheelt een paar dagen. Waarom heeft u die keuze gemaakt? Het was natuurlijk wat zeer voor de hand gelegen om 30 april te houden, omdat Amalia ook weer op 7 december jarig is. Maar ja, dan was het geïnstitutionaliseerd. En dan het mooie van Nederland is toch dat de nationale feestdag gekoppeld is aan de verjaardag van de persoon die op dat moment het symbool is van eenheid en continuïteit. Het was volstrekt logisch dat mijn moeder gekozen heeft om 30 april vast te houden omdat haar eigen verjaardag op 31 januari is. En Koninginnedag is nou eenmaal een dag die buiten gevierd wordt. Maar het is een hele praktische reden. Want zijn moeder deed het ook uit eerbetoon aan haar moeder. Ook. Dat noemden ze in haar toespraak. Maar ook als praktische reden. Want het gewoon op 31 januari onmogelijk is om zo'n feest wat primair buiten gevierd wordt, om dat te vieren. En om dat op 31 januari te doen. Dus 30 april was een fantastische dag om te houden. Maar als je zelf 3 dagen voor zo'n dag jarig bent, vind ik het heel vreemd om dan niet je eigen verjaardag te kiezen.
En zeggen van, wacht nog maar 3 dagen en dan ga ik het officieel vieren. Wordt Koningsdag heel anders dan Koninginnedag? Er zullen zeker accentverschillen zijn, zeker. Maar het geestige is dat er heel veel mensen grappen over maken. Maar als je vraagt, wat wil je dan veranderen? Dan weet niemand het. Ja, koekhap is eigenlijk toch gewoon heel leuk. Ja, maar we hebben niet zo vaak gekoekhapt. Ik heb twee keer gekoekhapt over de laatste 15 jaar. Eén keer in Deventer, de Koekstad. Ja, daar kan je niet anders dan koekhappen als je in de Koekstad bent. En er was één keer voor Guinness Book of Records in Scheveningen zoveel mogelijk koekhappen achter elkaar. Maar ik heb virtueel gekoekhapt. En je hebt virtueel in Almere. Die essentie, denk ik, is het meest belangrijk dat wij te gast zijn bij een gemeente in Nederland. En dat wij vieren met ze. Ja. Op hun manieren van vieren. Ik denk dat dat zou wel echt... Dat blijft zeker. Dat zou wel blijven. Het komt niet een défilé terug of zoiets. Want dat is... Dat is toch, zoals Maxima zegt, naar de mensen naar een stad toe gaan of een dorp toe gaan, daar met z'n mensen samen vieren. Is toch iets heel anders dan mensen vragen naar je toe te komen. Dat past niet meer in deze tijd. Gaan we net als op Koninginnedag, op Koningsdag, straks veel van uw familieleden zien? Ja. Ja, ja. We proberen dat wel. Het is de dag waar echt de familie, niet alleen maar Kerkhuis, maar de familie echt naar buiten trekt. Ja. Laatste vraag. Stel dat we hier over, laten we zeggen 33 jaar, weer zitten. Zolang als uw moeder het gedaan heeft. Hoe zou u dan willen dat mensen terugblikken op uw koningschap? Dat is een heel lastige vraag. Uiteraard, daarom stelt u hem ook. Ik ben oprecht benieuwd. Wat heeft u in uw... Ik denk dat het van wezenlijk belang is dat je iets doorgeeft aan de volgende generatie, dat het in een betere staat is dat je het zelf ontvangen hebt. Dat zal een hele lastige uitdaging worden, want mijn moeder heeft het heel goed gedaan. Maar ook in die tijd, in die periode die u zelf noemt, die 33 jaar die voor ons liggen, zal er veel veranderen in Nederland. Zal er veel veranderen in alles in Nederland. Dus dat, en het belangrijkste is dat de koning en de monarchie zijn veranderende rol goed oppikt en nog steeds daar kan zijn als symbool van continuïteit en eenheid. En dat symbool op een goede manier over kan dragen aan de volgende generatie. Mogen wij u dan hartelijk bedanken voor dit gesprek? Dank u wel. Nee. Heel hartelijk dank. Bedankt. Dank u wel. Dank u wel. Dank. Hmm. 30 april gaat het dus allemaal gebeuren. We praten hier aan tafel over de meest opmerkelijke momenten uit het interview. En dat doen we met Koninklijk Huisverslaggever Antoine Peters, met Justine Marcella, hoofdredacteur van het tijdschrift Vorsten, met RTL Boulevard, presentator Albert Verlinde en met politiek commentator Frits Wester. Dames en heren, welkom. Laten we eens beginnen met een soort van algemeen beeld. Antoine, jouw indruk van de koning, of de aanstaande koning zoals hij daar zit. Nou ja, als je het interview vergelijkt met interviews van eerder, hè, die waren altijd heel stijf, stoffig ook wel een beetje. Ik vond het echt een openbaring. Ik zag echt een aanstaande koning die redelijk ontspannen was. Prinses Maxima vond ik ook heel ontspannen. Ze waren open, ze gaven overal redelijk duidelijk antwoord op. Mm. Er zat ook best veel nieuws in. Dus ja, ik vond het een goed gesprek. Albert, jij hebt zitten kijken als de man op de bank. Ja. En wat voor man zag jij? Nou, het is een beetje zoals je naar een voetbalwedstrijd zit te kijken of naar het Songfestival. Als je denkt, hoe gaan ze het doen? Weet je? Wat is de prestatie? En ik vind dat ze ongelooflijk allebei heel erg goed gedaan hebben. Wat je ziet is dat er heel duidelijk nu, voor het eerst vind ik dat het opvalt, een rolverdeling is afgesproken. Mm. Maxima is toch voornamelijk de moeder, degene die het gezin verzorgt en daar nog iets bij blijft doen. Dat heb ik duidelijk gehoord in alles. Steeds heeft ook veel meer dan in de vorige interviews steeds teruggekoppeld naar Willem-Alexander. Die blik op zij van, zeg jij het maar. En ik vind dat Willem-Alexander een enorme humor blijkt te hebben. Heel prettig praat, heel vertrouwenwekkend vind ik een belangrijk woord. Maar er zit ook een angeltje in, wat ik gezien heb. En dat is af en toe, als het over tradities gaat, dan komt er een soort toontje in hem, waarvan je denkt dat als er echt geknaagd wordt aan de basis van het koningschap en van het koningshuis in Nederland, dan heb je aan hem een kwaai. Daar gaan we het zo over hebben. Justine, de prins heeft een aantal keer gezegd, je mag fouten maken en daar kun je van leren. Zat hier iemand die bang is om fouten te maken? Nee, dat denk ik niet. Nee, ik vind dat hij nu eigenlijk al het advies van zijn moeder opvolgt en heel authentiek is.
dit is prins Willem-Alexander ten voeten uit. Ook met de humor, maar ook met af en toe van tot hier en niet verder. Dat angeltje waar jij het over hebt. Ja, en dat hij open staat voor modernisering van de monarchie, of in ieder geval de discussie daarvoor open wil houden. Dat is niet nieuw, dat weten we al een paar jaar. Dat heeft hij al 10 jaar geleden gezegd. Maar ik vond hier wel echt een toekomstig koning zitten. Heel ontspannen, met een goed verhaal. Overigens, Frits, interessant om op te merken. Samenwerking tussen de publieke omroep en RTL op dit punt hebben we niet eerder gezien, hè? Niet bij zo'n belangrijk evenement. Wel eens bij Binnenhof, waar ik dan rondloop, dat we elkaar even helpen als nodig is. Maar dit was natuurlijk wel heel bijzonder, deze combinatie. Marielle van de publieke omroep NOS en onze eigen Rick. Ja, weet je hoe dat tot stand gekomen is? Daar is ook wat misverstand over ontstaan, onder andere in jouw programma van de week. Peter van der Voorst had het iets over het passeren van mensen. Dat klopt helemaal niks van jou. Sascha de Boer. Ja, nee. Ja. In 2009 hebben wij van RTL voorgesteld bij de RVD van, zou het niet aardig zijn om inderdaad Rick en Sascha een keer die twee samen te laten interviewen? Mm-hmm. De NOS en RTL dus, hè, de generatiegenoten, ook een echtpaar. Nou, daar was toen niet echt een aanleiding voor, dus dat is in die grote map gegaan met van ideeën en plannen. En die map is weer naar boven gehaald door de RVD zelf. Bij, toen nu er weer een interview moest komen. En die kwamen naar ons en de NOS toe van, willen jullie dat nog steeds graag? En toen zeiden we, zonder dat daar namen bij genoemd werden, zeiden we, nou, dat lijkt ons nog steeds een goed idee, zei ook de NOS. En toen is er gezamenlijkheid met de NOS besloten dat nu Marielle, die ook veel interviews doet, en Rick dat samen zouden gaan doen. Dus er is niemand gepasseerd. Dus... Maar ik vind het eigenlijk interessant om het over het interview zelf te hebben. En ja, over dus wat ons grote stand maar uitstaat zelf, dan over politieke toestand. Ja, nee, ja. Maar nu even terug naar het interview zelf. Ja. Wat Antoine ook zei, je ziet echt, als je hem vergelijkt met voorgaande interviews, Willem-Alexander enorm gegroeid. In het begin zie je er even wat gespannen, zie je die handen zo'n beetje, dan zie je die knokkels een beetje wit zijn. En nou, binnen een minuut zat hij in de relaxmode en kwam er een verhaal. En, dus het was een goede greep om dit, ja, en, twee zenders, primetime. En precies. En, komt het van hun af? Weet jij dat? Komt het van hun zelf af? Want we zouden nu toch even over de inhoud. Nee, dit is inhoud. Want dat betekent dat zij dus ook voor de toekomst aangeven dat de bepaalde barrières niet meer bestaan. Het kan zijn dat zij hiermee een soort toekomstdroom uitstralen. Ze zijn sowieso makkelijker benaderbaar voor interviews dan koningin Beatrix ooit is geweest. Ja. Maar het is nog maar de vraag of dat zo blijft natuurlijk. Nou, ik denk wel. Ik bedoel, modern koningschap, nieuwe generatie. Ja, daar ontkom je niet aan. Met de media. Mag ik er één zin op maken? Er zat nu wel voor. Dat zag je nu duidelijk. En ten opzichte van die andere interviews, er zit nu wel echt een vent. Ja. En die gezag uitstraalt daar waar het nodig is. Humor heeft daar waar het kan. En dat vond ik wel een openbaring. Een vent ook met een duidelijke mening. Als het gaat om, je had het over modern koningschap, ceremonieel koningschap. De aanstaande koning zegt geen moeite te hebben met ceremonieel koningschap. Mocht zijn functie inhoudelijk door de Tweede Kamer verder worden uitgehold. Laten we even luisteren naar wat hij daarover zei. Als het wetgevingsproces democratisch en volgens de regels van de grondwet gaat, accepteer ik alles. Daar heb ik helemaal geen probleem mee, daar ben ik koning voor. En als daar een handtekening van mij onder moet komen, dan komt hij er. Want zelfs het, wat dan soms sarcastisch genoemd wordt, lintjes knippen, kan heel inhoudelijk zijn. Want als jij maar goed bepaalt welke lintjes je knipt, en dat staat dan eventjes voor je aanwezigheid bij bepaalde evenementen, waar kies je om bij te zijn, waar kies je voor om samenbindend te zijn, om aandacht voor te vragen, om vertegenwoordigend bij te zijn. Die keuzes kunnen heel erg inhoud geven aan waar jij voor staat en wat jij belangrijk vindt voor Nederland. Frits, als hij iets anders zou zeggen, zou hij vanavond nog een probleem hebben? Dat denk ik wel. Kijk, materieel hebben wij nu in Nederland een ceremonieel koningschap. Sinds de rol bij de formatie uitgehold is, weg is, is er eigenlijk niks meer. Niks meer dan dat de koning in Zweden doet. Dus materieel is het zo. Maar als de Kamer dat wil formaliseren, nou, dan heb je wel een tweederde meerderheid nodig, uiteindelijk in Tweede en Eerste Kamer. Maar die kan er zomaar zijn. Als ik even snel reken, dan is hij er nu misschien al bijna wel. Ik weet niet of de Kamer zoveel wil gaan dat ze dat ook echt willen gaan formaliseren. Maar het kan nu wel. En hij zegt zelf, ik teken bij het kruisje. Ik doe alles als ik het maar kan blijven doen. Een beetje zo'n houding. Ik vind dat vind ik onzin. Dat vind ik echt onzin. Nou, ik vind het wel opvallend dat hij er zo makkelijk over praat. Want in het verleden heeft hij in interviews juist gezegd van, ik vind het juist heel belangrijk dat de koning onderdeel blijft van de regering. Inhoudelijk koningschap. Inhoudelijk koningschap. Veel praten met de premier. Ministers benoemen, noem allemaal maar op, hè. Rol spelen in de formatie. Dat is nu allemaal, dat is nu. Ja. Maar denk je nou echt dat hij vanavond, met alle respect jongens, maar denk je nou echt dat op de avond, 2 weken voordat de inhuldiging is,
Ja, natuurlijk zeg je dat je dat wat de democratie bepaalt, wat jouw rol in het koningschap is, dat je accepteert. Het zou toch een dictatoriale koning zijn en zou zeggen, nee, maar als ze dat gaan doen, dan teken niet. Dan hoeven die 30 april niet eens te gaan vieren met z'n allen. Dus we moeten ook niet een beetje rare hypothese toestanden hier Nee, maar ik denk dat die het voor is geweest doordat er een echte nieuwe functie aan de monarchie is gegeven. Nou, dat verbinden en zo, dat kennen we. Maar tegelijkertijd doen ze die economische missies. Of die economische betrekkingen die nu de staatsbezoeken meer en meer, waar meer en meer de nadruk op gaat leggen, dat geeft ze natuurlijk ook al de inhoud die de manager die toch prins Willem-Alexander is, de economen die prinses Maxima is. Daar kunnen zij natuurlijk ook heel erg aan bijdragen. Dus het wordt geen holle monarchie. Nee, maar sterker nog, dat wordt straks de belangrijkste taak bijna van de het samenbindende natuurlijk. Maar straks wordt de belangrijkste taak van de koning volgens mij dat hij handelsmissies vertegenwoordigt, dat hij ons land gaat verkopen in het buitenland. Is dat het dan? Verderop zegt hij in het interview: je bent een symbool. Maar je moet wel relevantie hebben. Zit die relevantie zit dan daarin? En nee, geen politieke. Vooral in het verbindende. Dat verbindende, dat blijft op één staan. Ik denk dat die economische betrekkingen heel belangrijk zijn. En voor hen zelf persoonlijke invulling aan het ambt geven. Maar dat verbindende, wij Nederlanders bij elkaar, met een koning en nu ook nog een koningin, dat eigenlijk toch de hoofdtaak maar van de monarchie blijft. Verbindend blijft natuurlijk altijd wel heel vaag en heel subjectief. Wat is dat nou precies? Nou ja, hij kan wel duidelijk worden afgerekend straks op wat doet hij voor ons land in het buitenland. Ja, dat kan, maar dan volgens mij heeft hij twee dingen. De koning Koopman, ik denk wel, dat is al die tijd zo geweest. Dat staatsbezoeken hebben altijd een rol economisch gehad. Daar is niks nieuws aan. Maar ik denk, koningsstimulator, ik denk dat je niet moet onderschatten wat het voor verenigingen, instanties, bedrijven, natuur, maakt er niet uit wat het betekent als de koning of de koningin namens de koning aanwezig is als vertegenwoordiging. Ik denk dat het een enorme stimulerende rol heeft. Ja. Ook voor ons als land, voor economie, voor de samenleving waarin we zitten, wat we samen doen. Dus ik vind dat, ondanks dat er dan geen rol in de formatie is, denk ik, nou, dit is nog steeds een zeer belangrijke rol. Lintjes knippen kan ook inhoudelijk zijn, zegt hij dan. Nou ja, dat vind ik wel gevaarlijk, want zijn humor is ook gevaarlijk, hè? Dus als je zegt lintjes knippen wordt het genoemd, dat moet je zelf eigenlijk nooit zeggen. En als je zegt van, hij zei letterlijk, dat zei zijn vader ook, dat is Corbis, Prins Klaartje. Ja, dat weet ik, maar die was geen koning. Dat is waar. En als Willem-Alexander zegt van een kerstrede in elkaar draaien, denk ik, dat moet je moet dus op een gegeven moment wel weten welke termen je wel en niet kunt gebruiken. Er zit een soort losheid in. We moeten hem koesteren, dat is fantastisch. Maar er zullen momenten zijn dat je denkt, doe dat dan maar even. En hij wil nog leren. Laten we even naar een ander fragment kijken. Een wat emotioneel moment in het gesprek ging over zijn broer Prins Friso. Hij was daar vrij uitvoerig over. We hebben er even een stukje uitgepakt. Het is nog steeds dezelfde situatie. Maar hij is in de beste handen. En Mabel en mijn moeder doen echt alles voor hem. Om het zo goed mogelijk om hem een kans te geven. Dus ik kan alleen maar diep respect voor Mabel en mijn moeder uitspreken. Wat zij doen voor mijn broer. Justine, daarmee hangt een beetje een droevige schaduw over de inhuldiging. Ja. En aan de andere kant zegt hij ook van, het is iets wat we al een jaar met ons meedragen. En is de inhuldiging ook wel heel ceremonieel, hoort bij tradities. Dit is een familiaire aangelegenheid. Ik denk dat hij daar zelf wel heel erg het onderscheid in maakt. Ik vind het heel mooi wat hij over zijn moeder en zijn schoonzusje Mabel zegt. We vragen ons dat natuurlijk ook allemaal af. Hoe gaat het ermee? Nou ja, hij zegt nu weer opnieuw, er zijn geen significante wijzigingen in de situatie. Dus we moeten het nog doen met het laatste communiqué wat is uitgegeven. Ja, niet heel erg positief nieuws. Maar reken maar dat 30 april de koninklijke familie heel vaak aan Friso zal denken. Natuurlijk. Maar zoals hij zegt, iedere dag. Ja. We hebben vandaag de lijst gezien waar iedereen zit, hè, tijdens het ondertekenen van de abdicatie. Daar zit hij niet bij. Nee. In de kerk niet, het feest niet, niet op de boot. Ja, hij zei, we zijn heel erg als een trio groot gegroeid. Wat hij nu ook eigenlijk met zijn eigen dochters wil. Ja, dan mis je dat natuurlijk. Maar je zegt, het formeel staatsrechtelijke deel kun je niet loszien van de familie. Want de familie bestaat bij de gratie van dat staatsrechtelijke deel. Wat ik emotioneel heel. Want ik. Ja, dat is een soort. Ik denk dat mensen herkennen die verdriet meemaken. Hij was namelijk, toen hij hierover begon, het stukje zagen we dan niet, was hij echt, zag je hem wel geen emotie. Je zag hem haperen. Je zag hem haperen. Ja. En je zag, en dat is de modus die mensen dan doen, dan ga je ineens het zakelijk doen. Toen kwam dat staatsrechtelijk, want hij voelde dat hij emotioneel in een val liep. Dat hij denkt, als ik nog even doorpraat, dan breek ik. En dat is ook de code die ze hebben op dit moment.
vertaal, en dat heeft zijn moeder ook al die tijd gedaan met alles wat ze meegemaakt hebben. Vertaal het naar zakelijkheid. Ga terug naar zakelijke termen. Dan red je het. En dat heeft hij vind ik ongelooflijk goed gedaan. En ik vind het, wat een woord wat me bijgebleven is, is kans. Wat Maxima influisterde en wat hij herhaalde. Dat is voor mij ook meteen de verklaring waarom ze als familie doen wat ze doen. Waarom die daar in Londen is. Waarom ze doorgaan. Kans. Ze willen hem de kans geven om terug te komen. Prit? Ja, nee, inderdaad, die hapering van hem toen, lichte emotie. En inderdaad, Maxima die ook even keek van, breekt hij nou of houdt hij het? En beet ook heel erg op de lip. Precies. Dus, ja, dat is ook heel begrijpelijk, maar wat hij ook terecht zei. Ook een andere gezin in Nederland, die dit soort dingen meemaken. Iemand met het verkeer omkomt of wat dan ook allemaal, jonge kinderen. Die maken datzelfde door. In die zin, zij zijn geen andere of bijzondere familie. Alleen, ze hebben wel een hele grote plechtigheid waar iemand niet bij is. Maar ja, dat voelen heel veel mensen in Nederland. Ik vind het woord familie sowieso heel belangrijk vanavond. Er is veel uitgestraald dat het een gezin is die we gaan krijgen. Ik vond ook het gesprek wat hij met Amalia had, dat Amalia zei van hoe lang en wanneer moet het dan? Ja, dat zijn toch is zoiets van tevoren bedacht? Ik denk het niet. Ik denk echt dat het aangeeft hoe zij... Ik denk dat ze het wel heel goed van tevoren hebben voorbereid. Ik heb begrepen dat ze niet van tevoren de vragen wisten. Wellicht wel de thema's. Natuurlijk is hier van tevoren over gesproken. Het zal wel daarover gaan. Daar zullen ze vast wel wat dingen over hebben voorbereid. Maar ik denk ook echt wel dat er echt nog wel spontane elementen in zitten, hoor, in het interview. Ja, denk het ook. Ja, kijk. Je ziet in heel veel zinnetjes, er was een zinnetje op een gegeven moment van, je moet eerst jezelf kunnen ontdekken voordat je dienstbaar kunt zijn of zo. Ja. Daar is natuurlijk allemaal over nagedacht. Het is allemaal getraind en voorbereid en dat is ook heel begrijpelijk dat ze dat zo doen. Ja, dat is ook wat hij van zijn ouders heeft meegekregen. Ja, dus wat dat betreft is dat niet helemaal voorbereid. Er loopt een heel apparaat omheen en dat alles van tevoren met hem bedenkt. Maar op zo'n moment als bijvoorbeeld over de kersttoespraak van, in een tweet, als het daarin kan, dan zou het geniaal zijn. Daar is volgens mij niet over nagedacht. Nee. Dat kwam er zo spontaan ineens uitrollen. Ja. Maar toen zei jij van, wie weet gaan we inderdaad wel echt familieplaatjes krijgen tijdens de kerst. Bij de kerstboom. Ja, dat lijkt mij heel leuk. Ik weet niet of ik daar nou op zit te wachten. Ik ken een hele grote groep Nederlandse Hij zei ook bijvoorbeeld van het contact met de minister-president dat anders zou kunnen. Ik zie hem ervoor aan. Dat had ze skypen met de minister-president. Dat had ze iets van, ik heb daar geen zin in iedere week. Ja. Laten we het even over dat koningschap hebben. Antoine, hoe vind jij dat hij zichzelf neerzette als de nieuwe koning van Nederland? Nou, heel zelfverzekerd. Hij zegt ook van, ik heet Willem-Alexander, dus het wordt ook koning Willem-Alexander. Hè. Koning 4 staat naast Bertha 38, vond ik een leuke opmerking. Ook bedacht waarschijnlijk. Ja, dat is waarschijnlijk ook wel bedacht. Nou, hij zit zich heel sterk neer. We hadden het er net ook al over. Hij geeft echt duidelijk aan van, ik ben hier in charge. Het wordt geen duobaan, ik ben hier de baas. Dat is leuk. Laten we even dat fragment erbij pakken, waarin hij toch duidelijk aangeeft dat hij de koning is en niet Willem-Alexander en Maxima. Samen. Ziet u het koningschap als een gezamenlijke opdracht, als een soort duobaan? Absoluut niet. En dat wil ik ook te stellen. Deze week is maar één koning in Nederland. En op dit moment is dat Beatrix. En na 30 april ben ik dat waarschijnlijk, als het allemaal doorgaat. In ieder geval als die handtekening gezet wordt. Dus er is niet zoiets als een duobaan. Er is maar één staatshoofd en die hebben staatsrechtelijke verplichtingen. En zo gaat het. En het wordt ondersteund. Ik zal hem altijd blijven ondersteunen. En soms als de koning niet ergens naartoe kan gaan, kan ik hem vertegenwoordigen ergens, maar nooit zijn plaats nemen. We hebben de afgelopen jaren een Maxima gezien die zeer nadrukkelijk op de voorgrond was. Ik had de indruk, en mijn vraag aan jullie is, delen jullie ook, dat we Maxima hier duidelijk een stapje terug zagen doen? Nou ja, dat zei ik in het begin. Zei in het begin van dat is wat ze feitelijk doet. Meer voor de meisjes. Ik vond dat eind januari eigenlijk al de eerste reactie die ze gaven toen koningin Beatrix had aangekondigd dat ze zou abdiceren. Ik vond toen eigenlijk al meteen dat je een verandering zag. Jij was het volgens mij die zijn vraag stelde toen bij het Beatrix Theater. De prins gaf antwoord en Maxima luisterde toe. Ja. Terwijl voorheen, zij is natuurlijk zo opvallend en mediageniek en weet wat dat betreft van wanten. Mm-hmm. Ze is nu heel duidelijk de vrouw van de aanstaande koning. Dus ze memoreerde ook nog eens even aan het ceremonieel aspect van de titel koningin die zij straks krijgt. Maar dat moeten ze ook heel duidelijk maken, want anders krijg je daar heel veel verwarring over. Want als het echt een duo-baan zou worden, zou daar heel veel kritiek op komen. Want dan krijg je straks de situatie, als de koning praat met de minister-president, schrijft Maxima dan ook gezellig aan. Mm. Nou, dat kan natuurlijk niet en dat wordt nu heel duidelijk aangegeven. Nee, het is echt, ik ben hier de baas. Wat ik heel mooi vind om te zien is natuurlijk, Maxima stelt zich anders op.
Maar wat ik mooi vind om te zien, dat het niet zo is dat omdat zij zich minder opstelt, dat daardoor Willem-Alexander meer wordt. Nee, je ziet duidelijk dat Maxima krachtig blijkt, maar Willem-Alexander veel krachtiger geworden is. Je ziet het in zijn houding. Ik vind hem gegroeid. Het is mooi, ik vind hem echt gegroeid. Het is een mooie houding, een stevige houding. Dat donkere pak is perfect gekozen om toch ook even op de kleding in te gaan. Want dat straalt rust uit. En zijn stem is, zijn stem is zwaarder geworden. Ja. Dus hij is ook echt veel krachtiger geworden, waardoor we toch een tijd lang iets gehad van ja, het is Maxima die straalt en Willem-Alexander, ja, wat fijn dat hij haar heeft. Maar ik vind dat nu wel echt veel meer in balans gekomen. Frits, hoe denk jij dat ook in de praktijk straks dat koningschap ingevuld gaat worden? Woorden zijn mooi, nu. Het is geen duelbaan, ik ben de koning. Zien we dat straks al? Dat denk ik wel.